Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmasdag 11. Het is maandagochtend, het is 9:15. Ik geraakte echt niet uit mijn bed deze morgen. Oh, ik had mijn wekker om 8:15 en ik ben echt om 9:00 pas uit bed gekomen. Dus toppie, hè. Ik was zo moe. Allee, ik ben gewoon nog zo moe. Echt niet normaal. Maar vandaag is Noahtje jarig. Noah wordt 2 jaar. En ja, veronderstel dat jullie Noah allemaal wel kennen. En ik ben uitgenodigd op zijn verjaardagsfeestje, aangezien ik het knuffelcontact ben. En ja, we gaan vandaag vieren. Noah, Nick, Celine en ik. Dus we gaan brunchen om 10:00. Ik ga brunchen bij Celine en Nick thuis om 10:00. En ja, ik denk tot 11:30 of zo. En ja, leuk. Kijk er naar uit. Ik heb de pakjes al klaarstaan daar. Ik weet niet of je ze ziet. Ik heb 2 pakjes. Een Duplo vlieghaven. Omdat hij zo van vliegtuigjes houdt de laatste tijd. En altijd als er een vliegtuig is in de lucht, zegt hij, vliegtuig? En er ging mijn batterij. Maar er is ook nog een spelletje heb ik. Zo van mijn eerste spelletjes. Voor zo'n visjes te vangen. En dan nog 2 chocolade kleine mannetjes van Kinder. Ik weet eigenlijk niet of ze hem dan mag eten. Ik denk dat wel. Dus ja, kijk er naar uit. Het kan fijn zijn. Nu eerst ga ik mij een beetje schminken. Mijn haar heb ik gisteravond gewassen, zoals jullie kunnen zien. En ik denk dat ik die gewoon een beetje stijl ga doen hier. En that's it. Niet te veel werk in steken. Maar ik ben echt moe. En de rest van de dag ga ik werken. Ik denk dat ik even naar kantoor ga. Ja, Celine heeft vandaag vrij natuurlijk, omdat Noah jarig is. En ik denk dat ik vandaag de pakjes dan alleen ga maken. Of morgen. Nee, ik denk vandaag. En ook om 11:30 denk ik komt er iemand voor onze garagepoort. Want onze garagepoort sluit van onder niet mooi. Die gaat zo wat open en dan sluit die wel. Dus zeker nu dat het winter is, komt er wel wat koude lucht door binnen. Dus dat komen ze vandaag maken. Dus daarvoor moet ik ook even hier zijn om de garage open te doen. En ja, that's it. Voor de rest werken. De gewone dagindeling. Totally toe. Hier. Vlog monteren, vlog mismonteren. En dan deze avond als Niels terug is koken. En gezellig avondje in de zetel. Ik kijk er altijd zo hard naar uit als Niels thuis is. Dat is echt, echt raar en misschien een beetje stom. Maar ik mis die echt overdag. Zeker als we zo'n weekend samen hebben gehad. En nu hebben we niet heel het weekend samen gehad, omdat hij boompjes of heggen moest gaan afdoen bij zijn papa in de tuin. Dus ja, ik weet niet. Ik heb zo het gevoel dat ik hem niet genoeg heb gezien dit weekend. Echt raar. Maar ja, ik denk dat dat de gevolgen zijn van de eerste lockdown waar we constant samen zaten. En nu zo. Ja, ik zit half in lockdown, omdat ik vooral thuis werk. Dus het was leuk geweest als hij er ook was. Maar ja, ik ben ook natuurlijk heel blij dat hij nog kan werken. Want financieel zou dat natuurlijk wel een domper geweest zijn anders. Dus ja, oké, genoeg ochtendrant. Ik ga me klaarmaken. En dan zie ik jullie zelfs bij Nice Family. Je hebt die al gekregen, want dat goed zo. Flink opgeruimd, schat. Oeh, dat is leuk, hè? Nog een pakje. Dit
Wat dan? Dat heb ik van de top. Wauw, Noah! Wow! Wat is dat? Wat is dat? Yeah. Een vliegtuig! Kan die openmaken? Zij dat is leuk, hè, schattenbal? Ja! Even wachten, schat. Vliegtuig! Wauw, schatje. Dat is leuk. Kap maar om. Wauw. Schatje, dat is leuk, hè? Oh, ik heb het niet gezien. Voilà, dit stukje voor jou. Ja. Ja. Ondertussen ben ik weer terug thuis. Jullie zagen dat ik bij Noatje was, bij Celine en Nick. Het was echt super leuk. Zo blij dat ik erbij mocht zijn. En ik ben ook nog naar kantoor geweest. Mijn laptop zit in die tas trouwens. Om pakjes te maken. Nu ben ik terug thuis. En die man van de... van de poort, van de garagepoort. Die ging later zijn, uur en een half later belde die. Dus ik kwam eigenlijk goed uit. En dan kon ik van bij Celine rechtstreeks naar kantoor gaan. En dan, nu ben ik thuis en dan moet ik ook niet meer weg. Dus dat is wel ideaal. Dat is fijn. Even mijn schmink opruimen. En je weet wat thuiskomen voor mij betekent. Joggingsbroek. Woehoe. Kom, Milk. Hey. Hallo. Tjus trekken. Altijd als ik thuiskom, al ben ik maar een half uurtje thuis of zo terug. Tussenin. Ik doe altijd mijn broek uit en mijn joggingsbroek uit. En mijn BH meestal uit. Maar aangezien dat die man van de poort zelfs komt, ga ik mijn BH wel aanhouden. Dus ja, nu ga ik even werken tot die man hier is. And then we will see. Die man van de garage is nog hier. Ben hier net een koffietje gaan brengen. En die is nog altijd bezig in de garage aan de poort. En die heeft ook even naar de achterdeur gekeken, want daar kwam zo wat kou binnen. Dus moeten we even sturen naar de huisbaas, want daar zit een spleetje in, waardoor er kou binnenkomt. Maar ondertussen is er ook een leuk pakje aangekomen van Lucerna. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. En zij maakt zelf kaarsjes. Trouwens, een Vlaamse gewoon. Die woont hier vlakbij. Die dat maakt. Dus support your locals. Echt super tof. Ik ga het laten zien. Dit is het doosje. En ik wou al heel lang zo'n kaars.
Maar je kan die enkel in Australië of Amerika kopen. En de verzending was altijd zo duur. Maar nu maakt zij dit dus ook. Echt super prachtig. Kijk hoe mooi. Wauw. I love it. Echt zo mooi. Echt prachtig. Prachtig gemaakt. En de geur is trouwens ook super lekker. Dat had ik niet gedacht. Wauw. Ik heb voor zwart met goud gekozen. Ze heeft nog heel veel kleuren. En ik ga deze natuurlijk niet branden. Maar ik ga die wel ergens mooi zetten. Ik vind hem echt top. Als je dit opzoekt op Instagram, met het atje ervoor natuurlijk, dan vind je ze. Dus daar kun je die kaarsen allemaal verkrijgen. Ondertussen is het 3:10. Ik heb heel de tijd gewerkt op mijn laptop. En nu ga ik me even in de zetel zetten, allez, op de grond. Want ik heb soep opgewarmd van mijn papa. Papa had weer soep gisteren meegegeven. En die man is weg van de garagepoort net. 2 minuten geleden. Dus ik heb soep opgezet. Ga ik eten. En even een vlog of zo opzetten op tv. En dan ga ik verder werken. Ondertussen is mijn hubby thuis. Hey babe. Hey. Wilt je niet op camera vandaag? Hij heeft een nieuwe broek van de Zara. Heel mooi, zo cargo pants. En ook een nieuw hemdje. Show us het hemdje. Yes! Dat vind ik echt mooi. I love it. Heel mooi, schatje. Heel mooi. Hij was helemaal talent in. Cute. Echt mooi. Ja, dat is zo een ding, een Marrakesh broek. Nu moet ik nog Birkenstocks. Nee, een Marrakesh broek is echt nog anders. Hè. Dat is echt zo heel los. Ja, oké, eigenlijk ook met trek die gewoon om. Normaal moet ik dat zo aan nu. Ja, nee, ja. Dan heb je hele kleine, niet lange benen. Ja, dat is veel beter. Ik heb ook kleine, niet lange benen. Ja, maar nee, oh, je hebt wel goede benen, lange benen, maar als je dat zo laat hangen, dan ziet dat er zo niet uit. Hier is een short. Alsjeblieft. Dank u wel. It's time to make some dinner. Ja, het is 7:15 al. We hebben de laatste tijd echt pas honger tegen 7:00, 7:30 of zo. Dus we koken laat. Allee, ik kook laat. Even alle kaarsjes aandoen. En dan ga ik beginnen koken. En we maken vandaag parelcouscous salade met avocado, feta, tomaat, limoen en koriander. Oké, het is klaar. Het ziet er lekker uit. Ik ben benieuwd. Het smaakt ook wel lekker. Ik heb al een beetje geproefd. Katjes zijn hier aan het chillen bij mij. Ik ben op Stradivarius aan het zien. En terwijl vlog aan het kijken en Niels is FIFA aan het spelen in het bureau. Hey babes. Hey babes. Wat bleef tegen mij? Ja, welke wil je? Puka Sleep. Sleep tea. Puka Sleep. Yes. Ondertussen 9:00. Ik ben uitgekeken met vlogs. Niels is uitgespeeld op FIFA. Dus nu gaan we tv kijken. We gaan Ooit Vrij kijken. En daarna denk ik De Slimste Mens. Niels is ondertussen even een steetje aan het maken. Zo sweet, hè. En dan gaan we daarna slapen. Dus chill avondje na. Maar ja, er is ook niet veel anders te doen natuurlijk in deze lockdown nog steeds. Alleen onze waterkoker lekt. Ja, onze waterkoker is niet meer goed, hè. Ik denk trouwens dat ik die andere op kantoor heb. Op kantoor? Ja, ik denk dat. Ik zal morgen checken. Goed? Dat is heel goed. Oké. Gaat je ook thee drinken? Thee drinken? Ja. Nee.
Ah, oké. Alina, maar kijk, ik zal thee drinken. Ja, maar dat moet niet, hè? Je drinkt toch soms thee, s'avonds mee? Allee, bijna elke avond, maar je moet niet, hè, als je niet wilt. Ja, wel, maar je hebt een groene thee, wat is dat? Je hebt gember? Nee. Nee, die met sterrenijs. Ja, die, hè. Ja, die slaapthee bedoelt je? Ja. Nee, die is op, sorry. Dat was de beste. Ik zal die nog eens meebrengen. Die was van de Action. Ik hoor u wel niet met je water komen. Maakt niet uit. Theetje. En een mupske. Hey Muf. Hey baby. En mijn lief die nog aan de dampkap staat. Kom, ik wil kijken. Ik ben moe, hè. Oh, zat je naar mij aan het kijken? Oh, cute. Goedemorgen, lieverd. Ik heb trouwens feta kaas gegeten. Wat ik eigenlijk niet mag. En mijn buik is echt... Ik ga het proberen zo te laten zien. Mijn buik is echt zo opgeblazen. Niet normaal. Ik ben lactose intolerant, dus ik mag eigenlijk geen feta eten. Maar ik dacht, ik ga nog eens proberen, want deze morgen had ik ook al taart gegeten met zo... Was dat crème beurre of zo bij Noah? En ik had namiddag of zo geen last gehad. Dus ik dacht, oh, dan kan ik ook wel feta eten. Ja, dat is echt, oh. Ja, helemaal opgeblazen. En pijnlijk. Maar oké, hopelijk dat het theetje dat ook wel gaat verzachten. En dat ik hopelijk naar het toilet kan gaan, zwemmen of zo. We shall see. Ik ben liggen in de zetel. En ik ga de vlog hier afsluiten. Muffin moet altijd zo ergens ertussen kunnen kruipen. Ligt hij tussen mij en Niels zijn been. Dat vindt hij leuk. Ik ga de vlog afsluiten, want ik denk dat we zelfs gaan slapen. Het is 9:55. Hopelijk vonden jullie het leuk. Doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Subscribe als jullie nog niet geabonneerd zijn. En wij zien jullie. Dan weer.